Ik ben in Argentinië geboren. Ik was daar 22 toen ik wegging naar Australië voor 5 jaar. Dus en nu woon ik hier 15 jaar in Nederland. Dus ik ben een beetje zo'n wereldburger geworden eigenlijk. Ik ben van de ouderwetse generatie, van mijn eerste binnen en laatste naar huis. En dat doe ik elke dag. Ik geloof dat, dat succes is niet alleen maar winnen verlies. Het is misschien, dat is één klein deel van. Dat sommige momenten wel belangrijk is, cruciaal is. Maar de meeste tijd gaat om in mijn ogen mensen mobiliseren. Leren zich als persoon ontplooien, verbeteren. En ook als sporter. Alles wat je bouwt qua vertrouwen met een persoon of met een groep mensen, kan zo weg zijn als je dat vertrouwen breekt als persoon. Als je, zeg maar, je woord niet zeg maar echt is. En als je trucjes in je stijl gaat hanteren richting spelers of spelsters. En dan echt is heel snel afgelopen. En een van de mooiste boodschappen, ik krijg gewoon kippenvel van me nog steeds om te denken. Is, in de aanloop naar de WK in Den Haag was een jonge meisje in het team, toen Xander Waard. Toen was 17 jaar en de eerste keer dat wij gingen op trip moest ik haar ouders bellen om toestemming te vragen voor een stage. Ze was nog een middelbare school meisje. Toen onze manager Margriet Segers heeft ongelooflijk veel werk gedaan met haar school. Ze ging naar Wageningen rijden om te kijken hoe zij stond voor het eindexamen. Stond ze niet zo goed voor eigenlijk toen destijds. We hebben gezegd, Xani, alles leuk en aardig, maar je moet slagen, anders ga je dus niet mee naar de WK. En ze heeft goed haar best gedaan. En de meest mooiste boodschap was tijdens mijn zomervakantie naar de WK. Toen ik hoorde van haar dat met tranen in haar ogen dat ze een 1-8 had gehaald van het examen. Dus dat was voor mij een moment dat ik dacht van shit, dit hier doe je voor. En dat is wat ik zei straks. Het gaat niet om winnen of verlies, het gaat om de relatie tussen de coach en de sporter. En dat je ook als persoon moet kunnen mensen helpen en willen gewoon raken. Ja, coaching kan je leren, maar de 1%, zeg maar, om het echt een impact te maken op het hoogste niveau, dat moet je in je hebben, vind ik.